spreken wil, naar voren wil halen, wil ik aangeven de Alkmaarder hout is van iedereen. We hebben Joost Wageman gevraagd om een gedicht te maken voor ons, die hij straks gaat voorlezen. En we gaan dat straks ook hier onthullen. En om aan te geven dat de Alkmaarder hout van iedereen is, wil ik vragen aan degene die die fiets heeft vastgezet om die los te maken. Want dat staat straks wel mooi met de foto's. Dus de fiets van, zou je die nu willen losmaken? Joost, de gemeentesecretaris van de gemeente Alkmaar, mag ik je naar voren halen om Joost Wageman een stukje te doen. Zo. Zo, dames en heren, blij dat de fiets ook weg is. Er zijn nog genoeg bomen in de hout om hem aan vast te zetten. Gezien dat op de tenslotte van de hout. En hier vanmiddag met de familie Zwageman op toneel, Joost en dochter. Is het een groot genoegen natuurlijk op zo'n mooie dag, op deze start van 400 jaar Alkmaarder hout, het oudste stadspark ook in Nederland. In Alkmaar zijn we eigenlijk altijd te bescheiden natuurlijk. Amsterdam lopen ze dan meteen met het Vondelpark te koop. Nou, dat kan hier natuurlijk toch eigenlijk niet aan tippen. Vindt er ook een beetje onze Amsterdammer hopelijk? Nou, Alkmaarder hout is in vergelijking met het Vondelpark meer bos dan park. Alkmaarder hout heeft bosachtige allure. Het Vondelpark is toch echt een park en blijft een park. Daar kun je met de beste wil van de wereld geen bosachtige elementen in ontdekken. Maar nou even, waarom houdt Joost Wageman van de hout? De hout, ja, dat is onverbrekelijk verbonden met mijn leven. Ik ben opgegroeid in, aan de Vondelstraat. Wij verhuisden toen ik vrij jong was naar Hoefplan. Maar mijn grootouders die woonden toen nog wel daar in Overdie. En hoe gingen wij altijd naar mijn opa en oma toe? Op de fiets. En wat is de mooiste weg van Hoefplan naar Overdie? Ja, dwars door de hout, heen en terug. Verder woonden ook veel van mijn schoolvriendjes hier in de buurt. Bij de Juliana van Stolberglaan daar. Dus ook dat was een reden om vaak door de hout te fietsen. Dus de hout, ja, dat zat mij bij wijze van spreken gegoten als de jas van mijn jeugd, zou je kunnen zeggen. Dus dat hoort helemaal bij het leven dat ik hier heb geleid. Je mag dus spreken van een verbindende schakel. Ik heb al een keer nu in de grote Sint-Laurenskerk gestaan. Maar dat ik nu zelf hier mag staan in de hout op dit podium waar ik zoveel anderen heb zien staan toen ik zelf daar stond waar jullie nu staan. Ja, dat is natuurlijk geweldig. Nou ja, ik denk dat toch het mooiste moment is als jij nu je ode aan de Alkmaarder hout wilt voordragen. En dan gaan we daarna onthullen, nu het bord weer helemaal hopelijk zonder fiets verklemd staat. Het eeuwigdurend park. Ode aan de hout. Ooit zag ik hoe een man een klok uitkroop. Onder bloemenwijzers had hij een provisorisch bed. Het was en bleef 4:30 toen hij tevoorschijn kwam. De bewoner had de wijzerplaten stilgezet. Vlakbij Zandersloot en begraafplaats Barbara bevond zich de parkklok van louter planten. Zo stond in de hout de tijd in volle bloei. Minuut en uur waren leeuwenbekjes en grisanten. Onder de bloemenklok was ruimte voor het mechaniek. Je kon er liggen, zij het opgekruld en half gebogen. Zo bood de klok in bloei onvermoed een onderdak. 'S Ochtends wreef je het stuifmeel uit je ogen. De wijzers die ooit liepen bleven staan op 4:30. Tijdverloop raakte op dat uur in bloemenkramp. Altijd op hetzelfde spelmoment een score van AZ. Altijd was 4:30 de voedertijd van Hertekamp. Op hetzelfde tijdstip kwam een rouwstoet langs. Iemand was ontslapen op etage 2 in Westerlicht. Ook was het 4:30 toen ik mijn lief omhelsde. Alles voor goed stilgezet. Bloemenklok als vergezicht. Is het in de hout 400 jaar 4:30 geweest? Zijn de bomen van voorbijgaand groen ontstegen aan de tijd? Je wandelt door het park als door het absolute hier en nu. Je wandelt om 4:30 door Alkmaars eigen eeuwigheid. Dank u wel.
Dank u wel. Een hartelijk applaus voor gedaan. Bedankt. Vond je het ook mooi? Nee. Oké, we zeggen verder niks. Ik denk dat het verstandig is, jongens. Heel verstandig. Ga je wel mee helpen onthullen? Ga je mee? Nou, ga daar naartoe. Kom maar. Nou, daar ben je mooi klaar mee. Moet ik je even goed helpen? Kom maar. Je ziet, Joost, alles is een zaak van ja. Regie. Mijn trouwste fan, hè? Ja. Eens even kijken hoe we dat... Ja, dat is... Ik hoop het. Het zit veel steviger vast dan we hadden gedacht. Van onderen. Oh, van onderen. Dat is misschien wat handig. Ja. Oké. Okay. Ja. Meneer Zwageman, het is 23 jaar geleden dat u vertrok uit Alkmaar. Vandaag even terug om een prachtig gedicht voor te lezen. U schrijft ook ergens dat iedere keer als u in Alkmaar terugkomt, dat u weer iets kwijt bent uit uw jeugd. Ja, dat is uit een eerder stadsgedicht. Ja, dat is onvermijdelijk. Dus ook in Alkmaar wordt er niet alleen opgebouwd, maar ook afgebroken. Ik noem als voorbeeld de school van mijn vader, waarbij wij heel dicht in de buurt woonden. De Loerdenschool bij de Vondelstraat. Daar koester ik enorme indringende herinneringen aan. En die is verdwenen. Dus iedere keer als ik terugkeer, is er weer een stukje Alkmaar van mijn jeugd toch verpulverd geraakt. Wat zoekt u iedere keer iets als u terugkeert naar Alkmaar, omdat u nu in Amsterdam woont? Nou, heel praktisch is het zo dat mijn eigen familie hier nog woont en ook familie van mijn vrouw. Dus wat dat betreft is er een ring van familieleden hier in de stad en daaromheen. Je zou kunnen zeggen dat ik naar Amsterdam vertrok en daar genoot van de anonimiteit, als het ware. Ik bedoel, Alkmaar is en blijft een kleine stad. Ik wil niet zeggen dat je in de gaten werd gehouden, maar ik had soms wel eens het idee van, nou, als ik nou 40 kilometer verderop ben, dan kijkt de familie niet meer over mijn schouder heen. Dan kan ik in alle vrijheid kan ik doen en laten wat ik wil. Nu zijn we een aantal jaren verder en nu treedt eigenlijk het omgekeerde effect in werking. Dat vaak Amsterdam eigenlijk in bepaalde opzichten dorpser kan zijn dan de rest van Nederland. En daar bedoel ik een soort sociale controle mee van, bij wijze van spreken, mensen die erg met kunst bezig zijn en die overal weer een mening over hebben. Wordt ook vaker herkend in Amsterdam. Dat ook, maar dan, hoe moet ik dat uitleggen? Mensen die het van beroep, laat ik zo 24 uur per dag een mening over alles en iedereen hebben, dat zijn niet mijn favoriete mensen en die lopen dus vaak in Amsterdam. Dat is gewoon zo. En om daaraan te ontsnappen, om aan die dorpse mentaliteit te ontsnappen, is er niets heerlijkers dan terug te gaan naar de stad waar je opgegroeid bent. Dat is Alkmaar. Dus dan slaak ik dezelfde zucht van verlichting en van vrijheid die ik 23 jaar geleden slaakte toen ik er wegging. En dat is natuurlijk wel een mooie cirkel. U heeft alle genres heeft u zo ongeveer gecoverd, maar ook heel erg succesvol gecoverd. Want er is geen één genre waar u niet in geslaagd bent. Welk genre ligt u nu eigenlijk het meest? Want ik heb begrepen dat voor uw dichtbundel, bijvoorbeeld Roeshoofd Hemel, waar u straks waarschijnlijk een prijs voor gaat krijgen, die was aanvankelijk bedoeld als roman, of niet? Nou, kijk, Roeshoofd Hemel is nog steeds... Kijk, het is naar vorm en inhoud is het een gedichtenbundel, maar het heeft nog steeds romaneske verhalende elementen. Je ziet niet vaak in Nederland dat er een dichtbundel uitkomt waarin echt één verhaal verteld wordt, met ook nog verschillende vormen daarin. Dus in die zin heb ik met die bundel een soort tussengebied blootgelegd, tussen roman en poëzie. Er waren ooit tijden dat schrijvers het heerlijk vonden om die verschillende genres te beoefenen, W.F. Hermans. Polemiek, non-fictie, romans, verhalen en zelfs gedichten in zijn begintijd. Simon Vestdijk, theater, kritiek, poëzie, romans, verhalen, gedichten. Ja, wat al niet. Prachtig om te doen. Je kunt van het ene genre zeilen naar het andere. En alleen maar met één genre bezig te zijn, dat lijkt mij beklemmend en beknellend. Die vrijheid is geweldig om elke keer weer een ander genre te kiezen. Maar pikt u dat zelf uit of wordt dat, u... Dat pik ik zelf uit. Ik heb zo van die periode dat ik mij bij wijze van spreken dat ik de non-fictie als een soort jas aantrek. En dan zijn er weer tijden dat ik even helemaal niets moet hebben van journalistiek en non-fictie en essays. En dan daal ik weer af in het rijk van de poëzie. Dat is geweldig. Dat u nog steeds geen nieuwe roman
geproduceerd heeft? Ten eerste zou je kunnen zeggen, ik ben nu 40 en ik heb er al 6 geschreven. Dus dat is al heel wat voor iemand van 40. Nee, maar ik bedoel, het is een tijdje geleden. Connie Palme maakte haar eerste roman toen ze 38 was. Ja. Dus in die zin heb ik al vrij veel gedaan. En ten tweede vind ik dat je een roman moet gaan schrijven. Niet omdat je denkt van, nu moet ik maar weer eens een roman schrijven. Maar je gaat een roman schrijven op het moment dat je... Dat er in je leven een verhaal zich aandient waarvan je denkt, en dat en alleen dat verdient die romanvorm. En weet je zou voor hetzelfde geld kunnen zeggen, er is een gat gevallen van 13 jaar tussen de ene en de andere dichtbundel. Ik heb ook jarenlang geen poëzie geschreven. En toen werd mij weer elke keer gevraagd van, ben je nou nog dichter of niet? Want je schrijft de ene roman naar de andere, Vals Licht, De Buitenvrouw, Chaos en Rumoer, die kwamen vrij kort achter elkaar uit. En toen heeft men zich daarover beklaagd van, en de poëzie dan? Waar zijn de gedichten? Nou, de laatste jaren is het zo dat ik mij dus meer met gedichten bezighoud en met non-fictie dan met een roman. Maar ik kan me zo voorstellen dat misschien wel binnen een jaar of 2 of 3 jaar... Is daar nou een bepaalde reden voor? Of is daar een oorzaak voor aan? Nou ja, wat ik eerder zei, de reden is, ik vind, je moet een roman schrijven. Je moet geen gedichten gaan schrijven omdat je denkt, ik moet maar weer eens een gedicht schrijven. Nee, er moet zich een idee aandienen dat alleen maar vertaald kan worden in poëzie. Nou, zo vind ik ook niet dat je een roman moet gaan schrijven omdat je denkt, oh, het is weer 3 jaar geleden, ik maak er weer een. Ik ben geen broodbakker. Dan was ik wel de handel ingegaan in plaats van de kunst. Dus op het moment dat ik weer een idee krijg waarvan ik denk van, dat idee laat zich alleen en uitsluitend vertalen in een roman, dan ga ik weer een roman schrijven. Daar kan 1 jaar tussen zitten, 2 jaar, 3 jaar. Nou, nu zit het wel 5 jaar tussen. U heeft een tijdje geleden een leuke oude discussie weer uit de stof gehaald. Ja. Meneer Anbeek die daar ooit over begon. En u heeft het gemeene Kellendonk-lezing dat het was, heeft u dat weer opgerakeld. Ja. En toen viel iedereen weer over u heen een beetje. Iedereen viel over me heen. Had u dat van tevoren zo bedacht? Nou, dat u dacht van, nou, daar zullen ze wel weer enorme stennis over gaan maken? Kijk, ik vind als je zo'n Kellendonk-lezing maakt, dan moet je iets bij de hand nemen waarvan je vermoedt dat het een bepaalde discussie losvoelt. Zo'n Kellendonk-lezing heeft toch ook, vind ik, je hebt bijna de plicht om zo'n discussie dan ook op te roepen. En nou, van tevoren wist ik al dat ik een heleboel schrijvers tegen de haren in zou strijken. En niet zo'n beetje ook. Dus ik heb met een satanisch genoegen heb ik dat stuk geschreven. Weten dat heel veel schrijvers er in de hoogste boom zouden zitten. Nou, dat was ook uitgekomen. Dat is wel iets wat u duidelijk van tevoren uitrekent. Nou, uitrekent niet. Maar ik vind als je een kijk, wat is nou heel erg? Je wil een discussie beginnen. Je wil een polemiek beginnen. En je wilt ook echt reacties bij anderen uitlokken. Om vervolgens zo'n debat over zin en onzin van de wereld in de literatuur los te breken. Want daar ging het eigenlijk over. Mijn punt was eigenlijk dat de wereld zodanig om ons heen verandert. In Amerika en Engeland komen de prachtigste romans uit. Die zijn geschreven onder de slagschaduw van 9-1-1. Die ook een veranderende wereld laten zien. Ian McEwan doet dat in de Engelse literatuur. Philip Roth in de Amerikaanse literatuur. John Updike, jongere schrijvers zoals Jonathan Safran Foer. Prachtige romans die niet alleen als kunstwerk indruk maken, maar die je ook iets uitleggen over je eigen leven en de wereld waarin je leeft. Waarom kan dat niet in Nederland? Waarom zeggen wij juist dat is een slechte romanvorm, dat is een veredelde journalistiek? Ik begrijp dat niet. En met mij velen gelukkig maar. Maar dat is en blijft, zoals ik het nu uitleg, is het de gewoonste zaak van de wereld. En is het ook een heel onschadelijk onderwerp. Maar Nederlandse schrijvers reageren als gestoken als je ze dat verwijt maakt. En ik vind, nu dat nog steeds zo is in de Nederlandse literatuur, het verandert gelukkig een beetje, maar vind ik het bijna mijn plicht om dat weer eens op te stoken en om even te laten merken dat er ook nog andere manieren zijn om naar de literatuur te kijken. U gaat zo meteen naar België. Ja. Sint-Niklaas heb ik begrepen. Sint-Niklaas. Onder de rook van Antwerpen. Wat is er in Sint-Niklaas precies te doen? In Sint-Niklaas is de uitreiking van de Paul Snoek Poëzieprijs. Daarvoor zijn 6 dichters genomineerd met hun gedichtenbundels. En mijn bundel Roeshoofd Hemelt, waar we het net eerder over hadden, is een van de genomineerde bundels. Maar zelfs dit, nu we het hebben over Paul Snoek, zelfs die naam is voor mij verbonden aan Alkmaar. Want ik heb heel lang mijn best gedaan om de verzamelde gedichten van Paul Snoek te pakken te krijgen. Dat is die paarse, roospaarse bundel. En wie assisteerde mij hier? De Alkenaar, even verderop. En daar heb ik het boek gekocht, ik geloof alweer iets van 15 jaar geleden. Wanneer begon u eigenlijk precies te lezen? Hoe ging dat in zijn werk? Uw eerste boeken? Dat was op de middelbare school. Verplichte lijst? Een verplichte lijst. Toen begon ik te lezen. En ik moet zeggen, ik was in die tijd nog niet echt een heel gretig lezer. Ik begon eigenlijk te lezen du moment dat ik van de middelbare school af was. Want wat moet is niet leuk. Maar toen het niet meer hoefde en moest, ben ik
ontzettend veel gaan lezen. Mijn vrienden vertrokken allemaal naar Amsterdam of elders om te gaan studeren. Ik bleef hier. Ik ging hier naar de Pedagogische Academie. Ik was toen tamelijk alleen, want al mijn vrienden waren weg. En die betrekkelijke isolatie, zal ik maar zeggen. Want ik was ook uit het ouderlijk huis gegaan. Ik woonde in een klein woningje in de Huiswaard. In die betrekkelijke ring van stilte heb ik toen... Dat is de tijd in mijn leven waarin ik het meest heb gelezen. Die 2,5 jaar dat ik daar woonde. Ik zat zelfs soms wel eens op een boek per 2 dagen. En als ik heel hard doorlas, werd het een boek per dag. En wat was nou het boek wat je echt bij je ballen pakte, zeg maar? Wat je niet meer los... Alles, heel veel. Herzog van Bello, Nabokov, Lolita. Het eerste boek dat die wereld zich opende, zeg maar? Ja, dat is heel moeilijk terug te halen. Ik denk toch iets van Jan Wolkers. De Kus, of anders Terug naar Oegs Geest. Ik denk dat Wolkers opende voor mij het universum van de literatuur. Ja, ja. Oké. Okay. Hartelijk dank. We hebben alles. Meneer Zwageman gaat nu in zijn sportauto. Nee? Nou, had ik dat maar. Mijn zoon die daar loopt, die zegt... Papa, wanneer koop je nou een Porsche Carrera? Jezus, Porsche Carrera? Ik heb een keurige gezinsbak om mijn kinderen in te vervoeren. En dan in gezwindespoed naar... Ja. Naar België-land. Ja. Ja. Oké. Okay. Kijk. Heel goed, ja. Een lieve heersbeestje. Ai, hij loopt daar. Geweldig.